Leuk geschiedenis. Welkom weer bij een nieuwe bierreview van Bier en Spijs met Thijs Tijd. Vandaag ga ik een bierreview dat komt uit Zuid-Limburg. Deze brouwerij is gevestigd tussen Valkenburg, Maastricht en ik heb waar ik heb gezeten de Guldal. Ik zit net in zo'n hoekje, in die hoek. Deze brouwerij De Walnoot. Ik weet niet of jullie hem auto's hebben geproefd. Ik zou toevallig eens hier voorbij komen. Ik denk dat we willen gewoon eens een keertje van proeven en genieten. Doe ik tevens in een review. Vandaar dan nu ook open trek. Dit is de Veldkruiske. Ik zou het van 6,6% appel. Hij is gemaakt op 18-2-2021. Dus kunnen ze zien. Niet eens. En hij is tenminste houdbaar tot 17-3-23. Dus hij zou één tijd al op de fles. Ja, wat is het? Dit is de Abdijstraat Dubbel. Bier is met veel passie gebrouwen op basis van natuurlijke elementen, zijnde water, diverse soorten mout, bitter en aroma op. Belgische abdijgist, in ieder geval koel en donker bewaren, bevat allergenen, oftewel gluten. Let ermee op. In ieder geval wat ze zeggen erover. Een kastanjebruine abdijstijl, dubbel, met licht moutige karamel, zoete smaak en de fruitige en hoppige toetsen. Dus, nogmaals, deze ga ik dus nu open doen. In ieder geval, ik had een pakketje besteld, ook met een mooi glas erbij van Brouwerij De Walnoot. Hij is iets groter dan een normale TQ-glazen. Dat zijn ongeveer zoiets, maar niet heel veel. Dus we gaan kijken wat hij in het glas doet. Ja, zoals je ziet, past er helemaal in. En zo'n flesje. Ik zal het laten zien. Heel mooi. Maar ja, ik zal dat ook niet echt bij mij. Dat is mooi troebel, mooi de kastanje bruin. We gaan hem even ruiken. Je ruikt wel een beetje die zoete tonen. Heel mooi. Gewoon heel licht. Gewoon niet echt. Ik zeg dat het uitspringt. Ook lichtelijk die bitterheid ruik je wel een beetje. We gaan in ieder geval proeven. Proost. Hij is heel mooi in de mond. Lekker warm. Ik heb echt een warmte gevoel van zodra het drinkt. Ik vind het slok van dit het naar binnen glijdt, dat het lekker een warmte gevoel is. Lekker voor de herfst, bij een open haartje. Met een zo'n lekker van die stokbroodjes met lekker wat van die smeersels bij van brie, crème. Gewoon lekker. Bij een open haartje is dit heerlijk drinken. Het is gewoon lekker voor, ja, als borrel bier zou ik het eerder zeggen. Juist omdat het een warmte gevoel geeft. Ook lichtelijk een heel klein vetje erin heeft.
er ook een beetje de symptomen van chocolade in terug. Heel lichtelijk ook koffiesmaak. Maar dat geeft ook wel het warme gevoel van aan dit mooi bier. Het is de eerste keer dat ik Brouwerij de Wandert heb besteld. Ze zeggen ook dat je het op een graadje of tussen 8 en 12 graden moet schenken. Kijk maar zien, kappertje staan. Het etiket. Ja. Ik hoop dat je het een beetje kunt zien onderop. Tussen 8 en 12 graden moet je hem schenken. Zo, hij heeft niet heel erg koud gestaan bij mij. Wel op tijd uitgehaald. Ik vind het echt een lekker herfst winterbier. Gewoon lekker bij de open haard. Waar je lekker stopt ook met brie, krimpaté, wil ik zeggen. Gewoon lekker voor de open haardje en dan ga ik lekker gaan genieten van de warme donkere dagen. Ik ga hier verder van genieten. Ik hoop dat jullie weer zien bij de volgende review. Ben je nog niet geabonneerd, abonneer nog eventjes. Als je deze video leuk vindt, druk dit duimpje even aan. En laat me even weten of je ooit iets was van iets van Brouwerij de Wandert hebt gedronken. Ik wens je iedereen een fijne dag en tot de snel volgende review. Proost!